Kampioen, gefeliciteerd. Fantastisch, wat een fantastische prestatie. Ja, het ging wel lekker, ja. Het ging wel lekker, het ging helemaal te gek. Nou, misschien slaag ik nu ook voor mijn motorrijexamen. Ja, maar er zaten toch een paar bochtjes bij. Je moet niet te veel risico nemen, hoor. Niet te veel risico nemen. Wil je nog iets kwijt? Allereerst wil ik graag mijn opa's bedanken. Rick. En mijn zus natuurlijk. Rick. Ja, mijn zus, dat zeg ik toch. Rick. Joh, het is 2 uur, je moet weg. Wat? Over een half uurtje heb je je motorrijexamen. Oh shit, ja. Hey, ik dacht dat je al geslaagd was voor je theorie. Ja, nog even de borden nagekeken. Maak er iets moois van, hè? Dan kan ik eigenlijk eens bij je achterop. Hoe weet je eigenlijk dat ik motorrijexamen heb? Dat heb ik tegen niemand gezegd. Nee, lafaard. Hahaha. Moet je ook maar niet je brieven zo rond laten slingeren. Rond laten slingeren? Waar lag die dan? In het bovenste laadje van je bureau, onder je natuurkundeboek. Wat moet jij in mijn bureau, muts? Dat wil ik niet hebben, dat weet je. En ik wil niet hebben dat je mijn cd steeds jat. Mijn Eric Clapton, ja, die lag er ook. Ga er maar gauw, anders ben je al gezakt voordat je begonnen bent. En veel succes! Hij zit nou stil. Ja, maar ik word er zo nerveus van dat je me steeds zit aan te kijken. Eigen schuld. Ja. Ik moest toch zo nodig gaan schilderen van jullie? Ja. Huh? Nou, overigens een heel goed idee, hoor. Ja. Maar dan zul je het weten ook. Ja, maar de anderen wilden toch ook dat je doorging met schilderen? Ik bedoel, Anna, Rick, Christian, waarom pik je mij er steeds tussenuit? Het is niet eerlijk. Iedereen komt aan de beurt, maar nou ben ik met jou bezig, hè? Oh. Het zijn voorstudies. Voorstudie voor wat? Ja, ik ga een olieverfportret van je maken. Olieverfportret? Ja, en schijn nou uit om steeds mijn laatste woorden te herhalen, dat is hinderlijk. Herhalen? Hinderlijk? Hinderlijk! Ja. En schuipen die aardappelen, die zitten hier spetten. Ja, zeg, waarom maak je niet een fotootje? Willem schilt aardappelen, laat je uitvergroten. Ben je toch stellen klaar of niet soms? Niet naar de bekende weg vragen, Willem. Stel je voor dat Van Gogh een fotootje had gemaakt van de aardappeleters. Het was een regelrechte ramp geworden voor ons culturele erfgoed. Oh, ja, natuurlijk. Dan zouden we minder Japanse toeristen krijgen deze zomer. Nee, ik bedoel... Ja, laat maar. Ik begrijp wel wat je bedoelt. Ik begrijp heus wel wat je bedoelt. Maar of deze aardappelschiller een stuk van ons cultureel erfgoed zou worden... Nou, dat betwijfel ik ten zeerste, sorry. Zit nou stil. Ja, maar ik moet toch aardappelschillen? Dan moet ik toch mijn handjes laten wapperen? Ja, handjes wel, maar niet je hoofd. Ik zal niet... Ik weet niet of het zo lukt, hoor. Zeg, luister eens, knulletje. Je vindt jezelf waarschijnlijk een stoere bink op die snorfiets van je. Je maakt mij echt geen indruk, hoor. Rot jij lekker. Hé, hey, Rick. Ik herken je helemaal niet. Hé, Margo. Ik wist helemaal niet dat je een motor had. Al een jaar. Ik heb je nog nooit gezien rijden. Nee, ik heb net mijn rijbewijs gehaald. Oh, te gek joh, gefeliciteerd. Ik rij even mee naar huis, dan gaan we het vieren. Ik moet eigenlijk... Please. Nou, oké, maar ik heb geen helm. Nee, ik wel. Ja, maar die moet je toch zelf op? Nee, hier. Oh, oké. Alsjeblieft. Ja, moet ik dat idiote ding op? Die komt uit het jaar nul. Nou, dat is altijd beter dan een bon of een gat in je kop. Gaan we een beetje staan uitlachen? Ja, echt waanzinnig voor mijn ego. Nee, dat staat je hartstikke goed. Net het filmpje van Willempie. Ik heb je door, Rick Bol. Je hebt expres zo'n lullig helm uitgezocht om ons meisjes onzeker te maken. Echt niet. Ja, rij je nou maar. Ja.
blijf dan nog even zitten. Heel even. Ik ben zo klaar. Ja. Oh, Willem. Wat heb je toch een prachtige, markante kop. Oh ja? Ja. Drink wat van me. Oh, nou, ik zou absoluut geen bezwaar hebben tegen een bescheiden glaasje, hoor. Neem zelf ook wat, zeg. Over drank gesproken, naar de perfecte timing te oordelen, zou Dippen en Stevens wel eens kunnen zijn. Ja, daar zou je best eens gelijk in kunnen hebben. Ik ga eens even kijken. Ja. Oh, dag Marijke. Nee, Rick is er niet. Die is niet thuis. Oh, nou ja, pech gehad. Kom ik een andere keer wel terug. Weet jij misschien wanneer die thuis komt, Anne? Nee. Je weet ook niet waar hij naartoe is? Nee, dat weet ik niet. Oh. Maar je mag wel even bij mij wachten, hoor, boven. Ja. Oh, goed. Ja, dan haal ik even wat cola. Ja. Zijn motorrijexamen. Oh, daar heeft hij mij helemaal niks van verteld. Nee, hij heeft het aan niemand verteld, joh, de lafaard. Ik ben er toevallig achter gekomen doordat ik een brief van de CBR had gevonden in zijn bureau la. Vreemd dat hij mij er helemaal niks van gezegd heeft. Hij loopt uit de rij. Kijk, hij zegt het pas als hij geslaagd is en als hij zakt, dan houdt hij gewoon zijn mond en doet hij het nog een keertje over. Wil je ook? Ja, lekker. Maar het kan toch helemaal niks schelen. Als je zakt, doe ik. Ik ben al 2 keer voor mijn rijexamen gezakt. Ja, joh. Oh. Ik pas 1 keer en daar deed meneer zo lullig over, dat als hij nu zakt, nou, hij zou het weten, hoor. Lekkere zus ben jij. Ja, dat word je wel met zo'n broer, nee. Maar ik begrijp trouwens echt niet wat jullie meiden in hem zien, hoor. Nou, dat leg ik je nog wel eens uit als je wat ouder bent. Hé, hey, maar is het nou eigenlijk weer goed tussen jullie, of... Ik weet het niet, hoor. Ik dacht dus dat we het weer goed hadden gemaakt, hè. Maar hij doet zo... Als ik erover begin, over onze relatie, dan wordt hij net een gatenkaas met alleen maar gaten. Oh ja, zo'n lekker vraag. Nee, dat ken ik van hem. Ja. Heeft hij soms een ander? Geen idee. Ah, kom op, je woont recht tegenover hem. Ja, maar je denkt toch echt niet dat ik elke avond op de loer ga liggen of meneer soms damesbezoek mee naar boven sleept, hè? Nee, oké, sorry, maar ja, al dat vage gedoe van hem. Ik kan er gewoon niet tegen. Ik wil weten of het aan is of uit. En als het uit is, hoef ik hem nooit meer te zien en is het aan. Dan is hij van mij, punt uit. Misschien moet je wat minder bezitterig doen. Ik doe helemaal niet bezitterig. Nou, kijk, Rick is gewoon een gezellig jong hondje dat kwispelend van de een naar de ander rent. Elke dag een ander is ook een geregeld leven, bedoel je? Ja, dat is zoiets, ja. Daar zit ik echt niet op te wachten. Nee, natuurlijk niet. Maar je moet het ook veel handiger spelen, zo van... Kijk, ik wil ook helemaal niet gebonden zijn. Ik vind je een hartstikke leuke knul, maar misschien kom ik later, als ik ga studeren, een veel leukere knul tegen. Ja, maar ik ga niet studeren. Heb je het nou over mij of over jezelf? Nee, gewoon over ons samen. Nee, maar echt hoor. Kijk, zo huppelt hij gewoon vrolijk achter je aan. Als je Rick wilt vasthouden, dan moet je hem loslaten. Zo, hé. Hoor mij nou eens even praten. Goed, nou, hè? Nou, jij moet vast een schat aan ervaring hebben opgedaan met Rob en Wouter en Raoul. Oh, genoeg. Ja. Rob. Moet je weg? Nou... Nee, blijf nog even, joh. Kan je lachen, want als Rick nou thuis komt, hij is geslaagd. Bouw hem een feestje. En als hij zakt, gaan we lekker pesten. Ja. Maar word je daar dan niet dik van die bonbons? Wel, nee, want dit zijn de zogenaamde slankmakende bonbons. Ja, ja. U heeft vroeger zeker op de markt gestaan. Mevrouwtje, hoe rijdt u het zo? Nee, maar even zonder dolle nee. Kijk, van deze bonbons word je echt niet dik. Tenminste, als je geen aanleg hebt om dik te worden. Heb je wel aanleg om dik te worden, nou ja, dan word je al dik van een glaasje water. Ja, inderdaad. En als ik zo eens naar u kijk, dan heb je echt geen aanleg om dik te worden. Nee. Dus wat zou ik hem dan zorgen maken? Ja, maar dat doe ik dus juist wel. Ik moet minstens 15 kilo aankomen van de dokter. Maar wat ik ook doe, ik krijg er geen onsje bij. Nou, dan gaan we over op de andere aanpak. Kijk, allereerst gaan wij ons storten op de bonbons. Dan zou ik beginnen met een pondje van deze. Mm-hmm. Daar zit heerlijke slagroom in. En daarna een pondje van deze met marsepein en noten. En een overheerlijk truffeltje voor tussendoor. Hè? Mm-hmm. Ja, ja. Nou ja, als u denkt dat het helpt. Dat helpt. Harry. Hey, hallo. Wacht even, ik kom er zo aan. Ik ben even bezig. Oh, nou, gaan we even zitten. Hé, hey, wat leuk is het hier, joh. Ja, ja, en ook hartstikke lekker. Ik help hier wel eens een handje in de bediening. Oh, er komen hier zeker veel... Dames van middelbare leeftijd. Nou, en ook wel veel heel leuke jonge meiden, hoor. Mevrouwtje, het was mij een genoegen om u te mogen bedienen. Oh ja, dat doet me plezier. Ja, eindelijk is iemand die niet begint te zeuren over de lijn en zo. Nou, maar dat doe ik wel, hoor. Daar zeur ik de hele dag over. Jawel, maar niet op de manier zoals ik dat gewend ben, hè. En kijk, en dat is nou juist voor een koopman zo fijn werken. Begrijpt u wel? Des te beter.
Goed, nou. Oh, voor het vergeet, u moet ook eens langs de hapkar komen in het Kralingse Bos. Want, oh, wij verkopen heerlijke patat met van die romige mayonaise en frikandellen in de olie gebakken. En wat dacht u van een broodje warm vlees met pindasaus? Oh, en daar word je dik van, niet te weinig. Hoor. Nou, dat zal ik zeker doen. Hartelijk bedankt voor het advies. Dag, meneer. Dag, mevrouw. Dag. Zo tering. Heb je dat gehoord? Nou, dat heb ik nou nog nooit meegemaakt. Een wijf die dat aan wil komen. Nou, is het bij mij nou het goede adres hoor. Harry weet er wel raad op. Als ze mijn raad opvolgt, dan is de kans binnen een maand kan ze niet meer door de deur door. Ja, maar gewoon mag ik je even voorstellen. Harry, de vette bekkenspecialist. Hallo. Hey, hallo. Zeg, hey, hoe doet die gozer dat nou toch, hè? Ja, dat moet je me toch eens uitleggen, Rick. Ja, wat ik ook doe met mijn gaan ze nooit mee, hoor. Ja, dan had je je motor maar niet moeten verkopen. Wat, heb je dat oude kring nog aan de praat gekregen? Nee, ik heb hem geruild met een echte liefhebber. Ben jij dan geen liefhebber? Jawel, maar niet van die antieke. Ik heb liever een die rijdt. Zo, ben je op de motor? Ja. Maar je weet toch wel dat je zonder rijbewijs een ongelofelijke duw kan krijgen? Foutje, ik heb mijn rijbewijs. Oh ja, joh. Sinds wanneer? Sinds vandaag. Oh ja, in één keer gehaald? Ja, in één keer gehaald. Daarom wou ik wat bonbons kopen. Oh, koop een keer niet. Je krijgt ze van mij. Jongen, in één keer gehaald. Hé, zo, die gozer is briljant. Ja, maar hij is ook heel aardig. Oh, maar dat ben ik ook. Want joh, jij krijgt van mij ook een doosie. Nou, Harry is ook heel aardig. Zoek maar uit, jongens, wat je hebben wil. Fred, ik kan nog aan doen. Hier. Altijd dat gedonder met die pakken melk, zeg. Welke idioot bedenkt u zoiets? Wat is er mis met de gewone, ouderwetse melkfles? Ja, en met die aluminiumdoppen die je kon sparen. Wat voor doppen? Aluminium. Aluminium. Wat een pokkenwoord, zeg. Ach, helemaal niet. Gewoon aluminium. Ja, aluminium. Aluminium! Ik heb hem. Aluminium, ja. We zijn eruit. Goed, ja. Al is het dan ook een heel moeilijk uitspreekbaar woord. Er is geen reden om die flessen te vervangen door die rotpakken. Nee. Aluminium. Ja. Blijf maar rijk eigenlijk eten. Hoe kom je daar nou op, zeg? Nou, het is... ik heb geen idee. Ik zal even bellen. Ja, pas op. Ja. Wat is het nummer ook weer van de... 11! Aluminium. Nee. Hallo, mevrouw Bol. Met de keuken. Ja. Ja, ik zou graag even willen weten. Blijf maar rijk eten, mevrouw Bol. Oeh, heel goed. Ik zal doorgeven. En volgende. Maar rijken blijft gezellig eten. En als je wilt, kun je ook gezellig blijven eten? Nee, dat gaat niet. Mijn moeder rekent op me. Maar ik ga wel even mee een kopje thee drinken. Oh, oké. Okay. Ja? Doet hij het niet? Jawel. Ja, ik merk er anders niks van. Misschien doet hij het als je de benzine ingooit. Gaan we bij de hand doen? Nee, ik zie dat rode lampje branden, dus ik dacht... Oh shit, fuck. Ja, er zal hier toch wel ergens een benzinepomp zijn? Fuck! Nou, zo erg is het niet. Jawel, dat je gelijk had, dat is erg. Ja, kom op, gaan we duwen. Oh. Ja. Zie jij mijn rijken nog wel, hè? Maar zullen we het daar een andere keer over hebben? Goed. Maar ze was wel onwijs kwaad dat jij in je uppie naar mijn feestje bent gegaan, hè? Dat was goed tegen het zere been. Maar ja, dat maakt mij niet zoveel uit, want ik vond het een waanzinnig feest. Ik begrijp niet waarom die mut zo de pest aan mij heeft. Omdat ik je zo leuk vind, denk ik. Oh ja? Tuurlijk, ze was onwijs jaloers. Jawel, maar ik bedoel, vind je mij zo leuk? Even denken, hoor. Is het nog aan met Marijke? Aan. Het is nog niet uit als je dat bedoelt. Zo hé, lekker vaag zeg. Maar zullen we het ergens anders over hebben? Ja, dat is goed. Over wat dan? Nou, ik vind jou leuk. Hoe vind jij mij? Ik vind jou waanzinnig. Te gek. Dan kan onze relatie alleen nog maar groeien. Ja, hij is het. Ik ook. Motorrijders doen het op de motor. Ja, ga je. Okay. Hé, hey, moet je niet betalen? Oh shit! Hé,
Harry, even voorproef alsjeblieft. Ja, even zo. Zo, zandjes. Venen, niet onverdienstelijk. Nee. Nee hoor. Eigenwijs een beetje. Ja. Brutale afdronk. Die flauwe kletspraat weer. Dat hebben ze alleen maar bij wijn, hè? Ja, ja. Ik heb tenminste nog nooit iemand horen zeggen dat een borrel een brutale afdronk heeft. Jawel, maar wel een straffe borrel. Juist. Ja. Maar heerlijke wijn, Willem. Ja, proost. Absoluut, proost. Zeg, weet jij eigenlijk wanneer Rick thuis komt? Geen idee. Maar als hij hier over een kwartier nog niet is, dan schrijf ik een briefkaartje naar opsporing. Hoeft niet! Wij zijn er al! Ah, we zijn er al! Wat leuk! Jongens, wat leuk! Uit Brussel, de ander uit München. Hoe hebben jullie dat zo uitgemikt? Ja. Dat hebben we niet uitgemikt, dat hebben we afgesproken. Ja, met zo'n handig apparaatje dat ze tegenwoordig hebben. De telefoon, dan kun je op afstand met elkaar praten. Nou, daar geloof ik niks van, hoor. Dat is echt zo, hoor. De techniek staat voor niks, pa. Jongen, ben jij melig. Zeg, geeft die zoon van jou schoon een glas wijn? Ja, en zijn dochter ook graag. Kom voor elkaar. Ik ben naar Brussel gevlogen. En vanaf daar zijn we samen met de trein naar Rotterdam gegaan. Was waanzinnig gezellig, hè, schat? Ja, waanzinnig. Waanzinnig. Het is echt hartstikke goed, weet je dat, om elkaar een tijdje niet te zien. Ja, inderdaad. 1 keer in de 2 weken is net genoeg. Nou, moet je wel een beetje uitkijken. Alsjeblieft, geen ruzie maken. Dat is zonde van de tijd, als je elkaar zo weinig ziet. Wij maken geen ruzie, pap. Wij maken nooit meer ruzie, hè, schat? Nee, nooit meer. Oh, wat saai. Ja. Oeh. Ja, zie je wel. Ik dacht dat ik jullie stemmen hoorde. Lieve schat. Tijd niet gezien. Ja, hè. Hey, wat leuk dat jullie nog eventjes voor het eten thuis zijn. Ja, ik zal er even een paar bordjes bij zetten. Nee, pa, niet voor ons. Nee, wij moeten naar een receptie op de Duitse ambassade. Daarna hebben we een diner, dus... Oh, wat leuk dat jullie nog even tijd hadden gevonden om langs te wippen. Ja, maar morgen zijn we de hele dag thuis. Fijn, dan zit ik in Utrecht. Oh. Zeg, pa, wat is dat? Een prachtige tekening, zeg. Wat lijkt die goed? Wie heeft die gemaakt? Dat heeft opa Henry van mij gemaakt terwijl ik aardappels zat te schillen. Nee. Prachtig. Ja. Mama had me wel verteld dat jij goed kon tekenen, maar ik heb het je eigenlijk nooit zien doen. Ah, schijn maar uit zeggen, alsjeblieft. Zo'n onzin. Nee, men heeft mij min of meer geprest om het tekenstift weer ter hand te nemen. Nou, opa, zoveel druk hebben we helemaal niet hoeven uitoefenen. Nou, en of zeg, ik was voortdurend te klos met het poseren. Ja. Nou, ik heb anders ook vaak genoeg geposeerd, hoor. Nou. Oh, pap, ik wil ze allemaal zien. Ja, straks na het eten. Nee, mag dan nu, want we moeten ons zo gaan omkleden. Oh ja, dat is waar. Nou ja, kom maar even weer naar mijn kamer. Kom maar. Hey, waar is iedereen? Vraag je dat nou aan mij? Ik ben toch nog nooit bij je thuis geweest? Nou, je weet niet wat je mist. Nou, even dit bovenleggen en daarna gaan we aan de drank. Thee had je beloofd? Nee, daar is het nu te laat voor cola. Oh, er is geen cola meer. Nou, kom maar bij. Ja. Hé, wat mooi is het hier, zeg. Oh, wat een schatje. Hoe heet die? Does. Dag, Doesie. Braaf. Kom je? Ik zie je zo. Ik ben geslaagd. Waar is ze nou? Oh, cola. Nou, gaan we naar mijn kamer. Oh, die van Rick, die vind ik werkelijk waanzinnig. Ja. Oh ja, meen je dat nou? Wat leuk, zeg. Wil je hem hebben? Oh, graag als nou, het mag. Nou, hier, kind. Hier, neem maar. Zo. Oh, bedankt. Prachtig. Pap, wat heb jij hard gewerkt. Nou, dat is echt indrukwekkend, hoor, pa. Ja, maar je krijgt wel een houten kont van het poseren, hoor. Ja, Willem heeft het heel zwaar gehad de laatste tijd. Oh. Nou, lieve schat, we moeten nou echt voortmaken. Ja, ja, ik kom zo. Zet mijn pap maar van staan. Ah, ja, graag. Hey, zullen wij deze even op je kamer leggen? Want ik ben bang dat er iets mee gebeurt in de keuken. Ja, inderdaad, heb je alle kansen. Ja, ik ga ook maar, want ik moet nog ontzettend veel doen. Eerst in bad en dan mijn haar en dan moet ik nog opmaken. Ja. Wat gek, hè, dat hij nog steeds niet terug is. Ah, hij is gewoon gezakt en durft bijna niet onder ogen te komen. Ha, ha, ha. Even kijken waar iedereen is, ik ben zo terug. Heeft Victor nou nog iets tegen jou gezegd over die baan op de ambassade in Parijs? Nee. Maar ze moeten wel vandaag naar Den Haag, want ze hebben een receptie bij de Duitse ambassadeur. Oh. Maar ik denk dat ze hem eigenlijk nog steeds aan het polsen zijn. Ja, waar zaten jullie nou? Nou, dat kan ik beter tegen jou zeggen. Ja, ik heb mijn motorrijexamen gedaan. En? Het is niet waar. Yes. Geslaagd. Hey! Oh, wat goed, hey, kom in mijn armen. Wat
het goed. Nou, ik zou het maar gauw aan Anna en Marijke gaan vertellen. Want die willen natuurlijk onmiddellijk mee achterop, hè? Ja, Marijke komt later wel. Waar is Anna? Want die was niet op de kamer. Jawel, oh, die is wel 5 minuten geleden naar boven gegaan. Oh, dan heb ik er net misgelopen. Ja. Nou, dat zou ik nog maar zeggen. Ze is naar boven gegaan met Marijke om een tekening van jou weg te leggen. De tekening van mij? Is Marijke dan hier? Ja, ja, natuurlijk boven, bij Anna, op de kamer. Wat kijk je nou verschrikkelijk? Wat is er aan de hand? Ik moet even wat regelen, geloof ik. Ga jij maar vast de schuilkelder in, Loes. Hey. Hey, leuk is het hier, joh. Ik vind het echt zo'n jongenskamertje. Ja. Als er maar geen ongeluk gebeurd is, hè? Hij is gezakt en zit nu ergens onder een boomsbonden te likken. Hé, hey, het is een hartstikke laat, joh. Ik kom liever een andere keer terug. Als je het niet erg vindt. Nee. Nee. Nee, dat vind ik helemaal niet erg. Ik zou je even uitlaten. Kom maar mee. Ik vind het leuk als je een andere keer terugkomt, hoor. Dan kan je wat langer blijven misschien. Ik heb geen idee. Hij moest naar boven, hij had nog wat te doen, zei hij. Hebben jullie hem niet gezien? Ja. Nee. Ha, gezakt. Kom, dat gaan we er even lekker in peperen. Hoi, Rick. Hey, Marijke. Hoe is het gegaan? Wat? Ben je geslaagd? Ja, tuurlijk. Ja, maar morgen gaan we met z'n allen iets gezelligs doen, ja? Ja, yeah, koekenhappen en ganzenborden. Dat kan inderdaad buitengewoon gezellig zijn, jongen. Hallo. Ah, meneer Stevens. U dacht de 5 zit in de klok. Kom even langs bij de Bolbuisjes. Oh, hij kan het zo lekker zeggen, hè, die meneer Buis. Nee, ik ben stond de P weer weg, want ik moet de Nicole van zwangerschapsgymnastiek afhalen. Okay. Waar ik voor kwam, dit heeft Margot op de toonbank laten staan. Margot? Margot? Ja, en jij zei dat zij met jou mee naar huis zou gaan. Is ze er niet? Margot, zei je? Oh, of heb ik nou wat verkeerds gezegd of zo? Oh, my God.